het liep allemaal gewoon goed met je eigen chauffeurs en je had een balans erin en dat klopte allemaal. En in één keer stopt al het werk, dan lopen je chauffeurs weg. Dan moet je nieuwe chauffeurs gaan vinden en je moet ander werk gaan aantrekken. Het was gewoon een stuk moeilijker allemaal ineens. Na twee moeilijke coronajaren is het leven in de stad weer zo goed als teruggekeerd naar normaal. Maar hoe zit dat met de taximarkt? Wie wel eens een taxi pakt, weet dat het de laatste tijd tijdens piekmomenten, zoals uitgaansavonden, wel eens lastig is om er een te krijgen. En dat is niet zo gek. De gemeente schat dat het gemiddelde aantal taxis dat dagelijks de stad aandoet de laatste twee jaar afnam met haast 20%. Bij TCA, de grootste toegelaten taxiorganisatie van de stad, ging het zelfs om een derde. Dat betekent dat wij op drukke momenten moeite hebben om iedereen op tijd en netjes in een taxi te krijgen. En dat de prijzen, zeker bij platformen, echt door het dak gaan. De oude echte taxichauffeurs zijn ermee gestopt. Hè? Sommigen zijn met pensioen gegaan, sommigen zijn inderdaad ander werk gaan doen. Hè? En die krijg je niet terug. Dus voordat je weer chauffeurs hebt die gewoon netjes hun werk doen, hè, die gewoon echt weten wat er van ze verwacht wordt, is moeilijk. De Leeuw heeft een taxibedrijf in Amstelveen en verloor tijdens de pandemie zo'n 30% van zijn chauffeurs. Hij verzorgt veel ritten tussen Schiphol en Amsterdam, maar krijgt de bezetting vooral in de vroege ochtenduren niet altijd meer rond. Hij stapt daarom geregeld zelf weer in de taxi om ritten weg te rijden. Ik heb het zelf ook wel meegemaakt, hoor. Dat ik echt midden in de nacht om 3 uur op Schiphol sta om met een briefje met mijn ritjes van kan jij dat nog rijden of kan jij dat nog rijden aan collega chauffeurs. En dat had je voor de pandemie had je dat niet? Absoluut niet. Nee hoor, absoluut niet. Was er eigenlijk, nu is er meer werk dan chauffeurs. Ja. En er was altijd meer chauffeurs dan werk. Dat een flink deel van de chauffeurs is gestopt is niet geheel verwonderlijk. De laatste twee jaar was er, zeker tijdens de verschillende lockdowns, bijna geen werk voor hen in de stad. Horeca en culturele instellingen waren dicht en toeristen bleven weg. Het is wachten en je gaat eruit, maar eigenlijk kun je net zo goed thuis blijven. Die dagen wacht je ongeveer 4 uur à 5 uur voor een rit. Ik ken er een paar bij die ook naar de voedselbank moeten. Er zijn erbij die krijgen huwelijkse problemen. Want die vrouw zegt, joh, ik zit met een kind thuis, waar heb je geen geld? Nee, ik ben 12 uur onderweg geweest en ik heb 50 euro. Het staat in schril contrast met nu. Als wij op een dinsdagmiddag een kijkje nemen bij de verschillende standplaatsen in de stad, is er op de meeste plekken geen wachtende chauffeur te bekennen. En op Centraal Station staan de taxis niet langer dan een paar minuten stil. Voor taxibedrijven zoals TCA, die een standaardprijs hanteren, is het chauffeurstekort extra lastig. Doordat taxi-apps als Uber en Bolt op piekmomenten de ritprijzen opschroeven. Alle chauffeurs in Amsterdam eigenlijk die bezig zijn op de opstapmarkt of de bestelmarkt, zijn dus via de platformen, zijn zelfstandig ondernemer. En die besluiten dan om ritten te rijden die voor hun meer opbrengen dan wat wij aanbieden tegen de meter. En dus hebben wij als TCA op, tijdens pitmomenten op zaterdagnacht, hebben we dus minder chauffeurs dan dat er op de straat zijn. Dus ondanks dat ze er wel zijn, rijden ze op dat moment niet voor ons. Het zijn allemaal zelfstandige chauffeurs. Dus die, als het een keer mooi weer is, dan liggen ze ook op een gegeven moment even liever op het strand. Nee, want ze verdienen gewoon goed, dus ze kunnen ook af en toe gewoon een dagje niet gaan rijden. Een directe oplossing voor het chauffeurstekort lijkt er niet te zijn. Zowel Borreman als De Leeuw doen hun uiterste best om nieuwe chauffeurs aan te trekken. Stukje bij beetje. Ik vind dat er komen ook weer chauffeurs bij. De laatste maanden heb ik er toch weer 3 bij gekregen. Maar het is moeilijk. Het is echt moeilijk.